Nu gaan we elkaar voor het eerst sinds 4,5 jaar weer zien. Dit tekje, het voelt alsof ik hem nu echt nooit meer zie. Ja, nu gaan dus de 9 weken en 2 dagen in ofzo. Dit is dus mijn bakje in de koelkast. Helemaal obsessed. Zo leuk. Maar dan kan je een beetje zien wat mijn idee is. Op Tinder of met andere mannen bezig zijn. Mijn ADHD is echt heel erg verbeterd. Oh, zo noemen mensen mij soms. Wat zie ik? In mijn vlog zei iemand dat een keer. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moet over 8 minuten weg. Hi Tedje. Ik vind het heel jammer dat ik Teddy nu niet kan uitlaten. Mijn moeder gaat het zo doen, maar ik vind het echt jammer. En zielig of zo. Hi, want we hebben eindelijk een beetje ritme. En nu denkt hij, ik snap het niet. Een eitje aan het kopen. Zit brood in de oven, maar dat gaat nooit op tijd gaar zijn. Dus ik vergeet dat ik brood in de oven moest doen. Ik kan ook nog iets laten. Niet precies, als ik een paar minuten later maakt het niet uit. Maar de oven is nu pas aan het voorverwarmen. De broodjes moeten echt langer in. Ik vind het zielig voor Ted. Ik wil nu gewoon lekker met hem lopen. Maar ja, nog eerder dan 5:45 opstaan is wel echt vroeg hoor. Hey liefje. Oh, wat moet ik even op de bank opmaken? Zodat we nog even kunnen knuffelen. Als eitje is klaar, dan ga ik even op de bank zitten, Ted. Op de tafel kan je niet knuffelen, hè? Zo, dat is wel fijn binnenkomen in de klas. Die tafel hebben we dus nieuw. En die instructietafel hier, dus die ik al had laten zien. Dat is echt fijn. Ik was broodjes aan het afbakken, maar dit moest super lang blijkbaar. Dus die zijn niet klaar. Ik ben met de auto gegaan. Ook al is het echt maar een paar minuten, 3 minuten langer lopen. Ik dacht ja. Het is nu al 8:15, dus ik ga even lekker met de auto. Jas ophangen. Al mijn spullen. Oké, wat heb ik vandaag mee? Crackers, dat zijn echt wel vullende. Oh, ik had nog pindakaas. Oh nee, ik had een avocado. Een appel. Yoghurt. Ik neem altijd voldoende mee. Banaan. Sinaasappel. Maar dat lijkt veel, maar ik heb niet ontbeten. Dus zoveel vind ik het ook weer niet. Avocado. Ik hoop dat die crackers vullen. En 2 gekookte eitjes. Dus dat vult ook wel. En keelpastilles. En natuurlijk matcha. Dat vult ook nog wel. Het is hier zoveel georganiseerder. Echt fijn. Daar ben ik wel echt blij mee. Mijn moeder is eigenlijk ook wel netjes. Zoals ik, als ze eenmaal bezig is. Ze heeft ook alle... kleine stoelen bij elkaar, grote stoelen bij elkaar gezet. Het is zoveel ruimtelijker. En ze heeft het nu getest. We hebben nieuwe groepjes gemaakt samen. Nou, zij daarna nog even in haar eentje fine-tuned. Zij kent ze beter. En nou, het werkt heel goed, zei ze. Dus niet alleen maar op cognitie. Ik ben sowieso nooit echt een voorstander van groepjes alleen maar op cognitie. Ja, ik vind gedrag ook heel belangrijk om daar een beetje verschil in te hebben. En werkhouding, dat gaat niet altijd samen met cognitie. Dat denken sommigen, maar dat is echt niet zo. Oké, hoe heet het ook alweer? Ik zit alleen maar te denken, hoe heet alles ook alweer? Sowieso basissport. Dan ELO. Da Vinci Academie. Dan hebben we nog DigiCashboard.nl. Het is ook wel een leuke uitdaging om te filmen dat we het dan moeten gaan doen. Ik heb helemaal niet meer gevlogd, jongens. Het was helemaal kapot. Letterlijk. Hey, ja, Oliver zei al dat je die gaat opeten. Wat ben je toch gesteld? 8:15 tot... Ja, hoe ga ik dit doen dan als jij ze opneemt? Oliver zei, je moet er 1 geven. Wat heeft komen, Teddy? Jeetje, is dit een stoute hond, zeg. Komen. Kom, hier. Hier. Je gaat niet mijn... Zit. Good boy. Ja, dan ga je mijn vinger opeten. Daar heb ik echt geen zin in. Oh, dat vindt Oliver wel leuk. Oh. Ik liet het ook veel te makkelijk afglijden. Teddy, hier. Zorg ervoor dat u dit niet afpakt. Zit. Zit. Good boy. Ga ik je vastpakken, want anders ga je weg. Mond open. Ja. Hoe maak ik je tanden schoon als je erop bijt dan?
Teddy, maar dan ga je ook op mijn vinger bijten. Dat vind ik niet zo chill. God, is dit? Jezus. Teddy, dan bijt je ook op mij. Dat is niet de bedoeling. Zit goed zo, Teddy. En nu tanden poetsen. Nee, Dit is geen tandenpoetsen wat we nu doen hoor. Je zit het gewoon kapot te bijten. Ja, sorry jullie. Olivier, hier ga ik niet aan beginnen. Los! Nou, dat was een tandenpoetsen voor vandaag. Dat heeft ook geen zin. Je hebt ook niet gepoept. Dan is je veel te dobben en worden dit. Nou, jongens, ik ga naar bed. Doei. Good morning. I'm so tired. Ik ben al sinds 6 uur wakker, het is bijna 7:30, moet ik nog even opmaken. Maar ik heb vandaag dus dat lesbezoek. Ze werken op de school aan EDI, voor wie dat mocht weten. En ja, ik had heel erg iets van, ik werk nu pas net. Dus ik laat gewoon zien hoe ik het doe, maar ik heb toch eventjes een beetje erin verdiept. En ik doe dat eigenlijk al best wel goed, dus dat is wel heel leuk. Au, we doen ook echt hete broodjes los in deze tas, zo. Mama komt zo Ted uitlaten, Ted lag echt om 9:30 bij de deur te wachten van laat mij uit. Maar ik heb hem gisteravond nog best wel laat uitgelaten. Ik heb het nu niet gelezen hoor. Ik heb alleen even een kleine bladzijde ervan gelezen. Maar het is wel interessant. Heel leuk boek ook. Oh, nu is dat ding ertussen uit. Maar ik ga dus... Ja, het is wel interessant. Kijk, dit. Dus eerst voorkennis activeren. Dat is, we gaan over de vriendjes van 10. Dat is het doel van vandaag. Er zit meer in die les, maar het hoofddoel is dat. Voorkennis activeren is dus eerst de splitsingen van 6, 7, 8 en 9, want die hebben ze al gehad. Dan het lesdoel bespreken, dat is echt het uitgeschreven doel, wat best wel moeilijk is voor kinderen. Betrekken en activeren. Even kijken. Nou, eerst de begrippen uitleggen van het lesdoel. Dan ga ik beginnen met... wie weet wat verliefd zijn is, wie is er wel eens verliefd geweest. Weet je wie ook verliefd zijn? De verliefde harten. Dan ga ik het liedje van Jeroen Schippers laten horen. Dat is van de 1 houdt van 9, de 2 houdt van 8, de 3 en 7 zijn 5. Nog even 3 keer luisteren, dan weet ik hem wel. En dan krijgen ze kaartjes. Die had ik gisteren, de onderwijsassistent heeft voor me geprint en gelamineerd. En dan moeten ze hun maatje zoeken. Dan ook even een paar keer omwisselen, even een ander kaartje. En dan dat even bewegen en dan komen ze weer zitten. Dan, oh ja, bij de voorkennis activeren ga ik even de bloemen uit de klas bijvoorbeeld pakken. Ik was even met mama aan het overleggen. Er zitten bijvoorbeeld 6 bloemen in en dan dat even verdelen. Ik vind het even hard om te denken en dan weten jullie ook meteen wat ik vandaag ga doen. Dat is wel leuk. Ze komen 1/2 uur kijken tot de kleine lesafsluiting. De kleine lesafsluiting is dus dat je gaat checken bij iedereen of ze het snappen. En ik vind dat ergens wel moeilijk, want ik als juf ben heel erg, als ik weet dat sommige kinderen het moeilijk vinden, dan hou ik er niet van om het klassikaal te vragen. Want dan is het voor hun elke keer dat gevoel van, ik kan het als enige niet, of als een van de weinigen. Dus dat ga ik ook in mijn nabespreking even aan hun vragen, van hoe zit dat dan? Maar dat ga ik door middel van wiswoordjes doen en door middel van het liedje zelf te zingen. En dan van, dat ik dan zeg maar zeg van, de 1 houdt van, de 2 houdt van, dat ze dat mogen meezingen. Dat is dan ook, dan kan ik best wel zien wie het lastig vinden. Ik was net als met woordjes lezen op het bord, als je allemaal gaat flitsen, dan zie ik ook wie het niet, nog niet mee kunnen doen. Maar dan voelt het niet van... Dan ziet de rest dat niet zo. Dus ik wil het ook met wisbordjes doen. Maar als je dan zegt, draai maar om. Dan ben je altijd degene die het niet weet. Vind ik niet zo fijn. Dus ik denk dat ik gewoon op wisbordjes ga laten schrijven. En achter ze langs loop. Gewoon om te kijken wat erop staat. Maar ja, misschien gaan ze ook wel weer bij elkaar afkijken. Want ik kan me voorstellen, als je het niet weet. Ja, dan gaan sommige kinderen ook weer afkijken. Nou, dat is allemaal een beetje uitvogen. Maar dat is dus mijn kleine lesafsluiting. Dat is dus dat je het controleert. En de kinderen die het dan niet snappen. Vaak weet je het al. Maar ja, het kan je ook natuurlijk verrassen. Want het is een nieuw doel. Met die ga je dan daarna, hoe noem je dat? De rest gaat dan aan het werk en met die kinderen doe je dan een verlengde instructie. Maar daar komen ze vandaag niet naar kijken. Dus oké, dat is controle van begrip. Even kijken. Ja, die heb ik nog vergeten tussendoor. De controle van begrip. Dus dan ga je checken of ze weten wat ik bedoel. En dan ook nog een hogere orde. Oh, dat is mama. Hogere orde denkvraag. Dus dat is een vraag die... Oh, zo, Teddy komt eraan. Iets lastigere. Hi, dat is een iets lastigere vraag. Ik wil ook nog een eierdoos meenemen. Van wat heeft een eierdoos dan te maken met dit lesdoel? Nou, ik heb van alles uit. Ik ga zo nog even op school even de volgorde voor mezelf
goed fine-tunen, maar dat komt wel goed. Ik had trouwens gisteren niet dit poeder opgedaan. Ik merkte dat mijn huid daar aan het eind van de dag veel beter was. Ik vind dat aan het eind van de dag als juf zie je er helemaal verwilderd uit. Eigenlijk hoe minder make-up je opdoet, hoe beter. Ik doe wel een beetje dit. Teddy zit echt heel zo graag met je lopen. Ja, maar we kunnen samen echt naar school lopen. Kunnen we nog even kletsen? Oh ja, maar ik weet niet of ik het red met lopen. Jawel joh, dit is 2 minuten langer dan normaal. Dit is ook veel... Ja, maar ik heb mijn make-up nog niet op. Het is veel beter voor je ogen, omdat je het water tegen je ogen gaat. Ja, vind ik ook lekkerder. Want als je alleen maar in de ogen zit, heb je alleen maar droge lucht. Echt traanogen. Ik doe expres soms mijn bril ook af, dat ik gewoon even letterlijk die zuurstof op mijn ogen krijg. Ja, ik moet ook nog matcha maken, ik moet hem nog opmaken dus. Oh, jij zijn half acht. Ja, maar ik ging niet tegelijk met jou mee. Ik loop met mama naar school terwijl zij Teddy uitlaat die nu aan het poepen is. Ze zegt, loop jij maar door. Dan ren ik zo achter je aan. Dag Sally. Het is 3 minuten langer lopen. Vanaf Oli en Melissa's huis. Komt ze er nu aangerend? Volgens mij wel. Oh, oh, oh. Vindt hij prachtig. Maar hij is zo'n ongeleid projectiel. Niet normaal. Ik kan niet meer, maar het ging zo goed dat ik gewoon vind dat ik een taart... Nee, geen taart hebben al taart gehad. Dat ik champagne en sushi moet krijgen. En kopen. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik ben echt mega trots op mezelf. Jeetje, Mine. Ik heb prachtige feedback gehad. Ook van 2 gehoord van de feedback en nog van een andere leerkracht van... Wow, wat een verschil in deze klas. Als ik hier binnen kom lopen en tijdens de les. Met hoe goed het gaat... Zo blij. Maar daarvoor moet ik dus wel, wat ik zeg, het is nu 5:30. Ik ben nog niet klaar. Maar daarvoor moet ik wel gewoon van, ja, 7:45 tot 6:30 werken. En dus van 7:50 tot 3 vol mijn energie geven. Niet eens 100, gewoon eigenlijk al je energie voor de week. Maar ik geloof wel dat het zich uiteindelijk uitbetaalt. Dus ik geef nu even extra veel. Ik kan echt niet meer. Maar ik heb wel een mega voldaan gevoel. Dus ik heb dit misschien, ja... Ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om niet volledig 100% te geven. Maar ja, dan heb je ook geen fijne dag. En gaat het super lang duren voordat het goed gaat. Dus het gaat echt heel goed. Maar pittige dingen, weer vandaag. Maar ik heb het allemaal heel goed aan. Ik ben echt super trots. Ik vind mezelf echt een goede leerkracht. Ja, het ging gewoon super goed. En ik heb ook nog eens met heel veel nieuwe mensen gepraat. En ook even pauze gehouden, taartje gegeten. Ook nog een taartje voor mijn moeder, dus die breng ik zo even langs. Het is zo vet gezellig ook gehad. Met de oude duo van mijn moeder, dus van wie ik de klas overneem. Mijn moeder zei al, oh, zo gezellig. Dus daar heb ik nu ook voor het eerst mee gekletst. Dan gingen we, gingen we 3 taartjes met elkaar delen en zo. Weet je, gewoon en leuk over werk gepraat op een fijne manier met iedereen. En weer nieuwe dingen geleerd. En ja, nu weer met iemand, allemaal mensen die ik van vroeger ken. Wel allemaal over werk. Dat is ook belangrijk, maar daardoor moet ik nu nog mijn overdracht en het bord en alles doen. En ik kan echt eigenlijk niet meer. En Teddy moet uitgelaten worden binnen nu en een uur. Ja, maar de rest van de week heb ik het super chill. Behalve dat ik natuurlijk moet editen, maar dat is hartstikke relaxed. Morgen heb ik een reunie met mijn voormalige beste vriendin. De tijd dat ik eigenlijk met Rebecca geen vriendinnen meer was, was ik ook met haar geen vriendinnen meer. En nu gaan we elkaar voor het eerst sinds 4,5 jaar weer zien. Dus dat is ook wel spannend en leuk. Niemand heeft ook ooit gevraagd waar is zij, want ik vlogde haar nooit. Ik zei wel dat ik ging afspreken, maar zij is nooit in beeld geweest. Haha. Wat moet je veel geven zeg, om een klas goed te krijgen. Maar daarom snap ik ook wel dat heel veel klassen gewoon niet positief zijn. En dat het niet goed gaat. Want ik denk niet dat iedereen zoveel energie kan geven. Het is niet echt menselijk. Vooral als je halverwege een jaar instroomt. Het is echt niet normaal wat je moet doen. Ik heb ook even net aan de directeur gevraagd. Dan mag ik eigenlijk vloggen? Ik heb het helemaal niet gevraagd. Hij weet dat ik het doe. Ja, tuurlijk. Je mag ook zeggen op welke school je werkt. Dus ik werk op de Nieuwe Jozef. Vet leuk dat ik dat mag zeggen. Heb ik nooit eerder gezegd bij mijn vorige scholen. De Nieuwe Jozef in Weesperssluis. En heb ik verteld dat ik hier ben gaan werken door... Ik heb mijn afstudeerstage gedaan op de Blom. De Jozefschool de Blom, voor wie het weet. Dat is het oude gebouw. En dat gebouw gaat langzaam over nu, volgens mij. Of niet. Die blijft ook bestaan, weet ik niet. 2 scholen. Dit is dan een nieuwe gebouw.
Maar heel veel leerkrachten ken ik dus ook hier van. Ik heb 2 jaar stage gelopen op die school en toen uiteindelijk kon ik daar niet werken na het afstuderen, want het was geen plek. En nu hadden ze dus heel hard iemand nodig. Dus ik wilde eigenlijk natuurlijk geen les meer geven. Maar ik dacht, voor mijn moeder en voor de leerkracht die eigenlijk niet meer wil. En voor de kinderen en voor de school en de directeur die ik ken. En het is dichtbij en doe ik het gewoon. En ze zijn heel erg dankbaar, merk ik. En heel blij dat ik er ben. En heel, het gaat gewoon super goed. Dus dat is ook wel een lekker gevoel dat je denkt van, oké, ik kan wel echt heel veel betekenen. Dus dat is wel een dankbare baan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar wat was ik aan het zeggen? Oh ja, die vriendin morgen. Maar ze komt bij mij, dus bij Oliver. Dus dat is wel leuk, ook voor Teddy. Want dat is dan het laatste dagje. Om 11 uur komen ze dan thuis. Dus ik ga morgen ook even wasje draaien in de ochtend. En dan komt ze gezellig lunchen. En dan gaat ze denk ik voor het eten weer weg. En dan heb ik nog eventjes lekker avondje eten voor mezelf. En dan richting mijn ouders. En dan gaan de 9 weken en 2 dagen volgens mij echt beginnen. Volgende vrijdag ga ik al mijn huis inmeten en zo. Dus het gaat super snel. Duimpje omhoog voor beelden hier. Oh ja, over het vloggen. Ik mag gewoon vloggen zolang de kinderen niet filmen. Niks natuurlijk over de kinderen. Super chill, super leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar super leuk. Nou, laat ik even wat laten zien dan nu meteen. Dat vinden jullie volgens mij heel leuk. Dit heb ik niet gebruikt, maar dit is zo'n piccolo ding. Dit is nog moeilijk, maar het was wel leuk. Dit was een extra uitdaging. We hebben happertjes gemaakt met vriendjes van 10, maar dit was een extraatje. Met Da Vinci waren we met vissen bezig. Moeten we nog afmaken. Ja. Ik wil echt meer van dit soort broeken. Ik vind het zo leuk. Dat kan ik verder laten zien. Ja. Vandaag hebben we de ui geleerd. Nog maar 2 letters. Volgende week vrijdag hebben we letterfeest. Deze happertjes hebben we dus gemaakt. Ik moet even kijken. Ik weet niet, misschien mag ik de namen wel filmen hoor. Moet ik zo nog even vragen. Maar nee, beter niet. Het vriendje van 10. Dit vind ik ook heel leuk. En nu ben ik de laatste op school, dus dat kan ik wel lekker filmen. Lekker chill. Het is nog even wennen nu als mensen me zien filmen. Ja, nu weten mensen natuurlijk nog niet. Oh, ze hebben hun vissen daar op de deur. Wat leuk. Kijk, daar hangen hun vissen. Mooi. Dit vind ik zo leuk. Echt zo'n horeca de bank. Dit was mijn dag en ik kreeg als compliment dat ik heel erg goed het doel heb uitgelegd en toegelicht. Dat ik goed rekentaal gebruik en dat de kinderen onwijs betrokken waren. Echt heel goed was dat. Dus dat was super leuk om te horen. En nu ga ik het bord voor mijn moeder klaarzetten. 1 houdt van 9, de 2 houdt van 8, de 3 vindt de 7 zo fijn. De 4 houdt van 6, de 5 blijft bij 5. En als ze samen 10, heel de wereld mag het zien. Want elk verliefde paar is samen 10. Nu jullie. De 9 houdt van 1, de 8 houdt van 2, de 7 vindt 3 zo fijn. 5 blijft bij 5, omdat ze samen 10 willen zijn. Leuk hè jongens, het liedje zit heel erg in mijn hoofd. Ik ging ook zo, om te checken of ze het wisten, ging zo 1 houdt van, de 2 houdt van. Toen zei ik van, ik ben een rapper en dan zijn jullie het publiek. Dat vonden ze wel leuk. Oké. Ja. Vroeger in mijn klas kon ik die kaartjes een beetje hetzelfde laten, want we deden eigenlijk altijd 's ochtends voor ons rekenen en dan dit, maar hier wisten we het allemaal. Maar ik hoef voor mijn moeder alleen maar de woensdag klaar te zetten, dus dat is wel chill, dat is een korte dag. Ik heb net geleerd hoe het alarm werkt, dat is wel handig aangezien ik waarschijnlijk de laatste in de school ben. Of de schoonmaker. Dat weet ik niet, dus ga ik naar buiten gaan het alarm af. Ik vind het bijna jammer dat ik er morgen niet weer ben. 5 dagen is wel leuker, want dan kan je echt alles doen, maar ja, dat kan niet. Dat wil ik ook niet. Dus je kan niets anders meer doen. Ja, dit zei ik dus tegen mijn moeder. Nu heb ik dus opgeschreven wat ze gaan doen, welke les. Maar dan moet ik dus van elke les het boek of het online gaan opzoeken om te kijken welk doel daar aan verbonden zit. Dus het komt omdat ze met een soort digitaal rooster werken. Ja, ik deed vroeger altijd op vrijdag gewoon in een map zelf mijn rooster maken. En dan zocht ik al voor de hele week op welke bladzijden voor veilig leren lezen, welke doelen. Want nu moet je elke dag moet je dat helemaal gaan opzoeken. Dan moet ik nu rekening gaan openen. Ik moet schrijven. Dan moet ik de bladzijde. Dat is super veel werk. Oh mijn god, het is al 5:45. Het is 6:15. Nu moet ik door de regen naar huis lopen. Ik wilde dus eigenlijk met de auto naar werk, maar mama was er. Hij zei, kom, dan gaan we met Teddy lopen. Dan kunnen we nog even over je les praten. Dus nu ben ik lopend. Het regent best wel hard. Moet ik 8 minuten lopen, ben ik zeiknat. Moet ik meteen met Teddy gaan lopen, want die is voor het laatst om 1:30 uitgelaten. Hij moet uiterlijk om de 5 uur, dus om 6:30 moet hij uiterlijk weer. En om 7:30 ben ik thuis. Nou,
Ik heb het zwaar vandaag, vind ik zelf. Letterlijk. Meer dan 12 uur geleden ging mijn wekker al. En in die 12 uur heb ik alleen maar gewerkt en ja, gedoucht. En me opgemaakt. Maar jongens. Oh, nu loop ik echt door de stromende regen. Maar ja, die muts houdt het nu wel tegen. Maar als ik dan thuis ben, ben ik helemaal nat. En dan moet ik nog een gebakje brengen naar mama. Want ik mocht altijd een gebakje voor haar. Ja, het grappige is, ik vind het allemaal niet eens zo erg. Maar het zijn wel allemaal van die dingen dat je denkt, jezus. Terwijl ik het eigenlijk vind ik het niet heel erg. Op zich. Ik ben morgen lekker vrij. Dat is het grappige. Ik zeur nu. Maar eigenlijk vind ik het niet super erg of zo. Het zijn gewoon dingen die ik dan wil delen. Van, jongens. Het is pittig hoor. Dan loop je ook nog eens door de regen naar huis. Maar ja. Papa belde net, moet ik je anders even oppikken? Ik zat in de app zo te zeggen, nu moet ik ook nog door de regen. Toen zei ik, nee, hoeft eigenlijk niet hoor. Ja, ja, het is alleen wel jammer dat ik nu meteen weer de deur uit moet met Teddy. En dan moet ik vanavond nog een keer. Het was fijn geweest als zij ook even deze wandeling nog hadden gedaan. Dus gisteren hoefde ik maar één keer met hem te lopen. Nu moet ik nog twee keer. Terwijl ik ook over 4 uur al ga slapen. Dan moet ik ook nog koken. Dus ja. Ach. Oké. Okay. Hallo jongens. Ik ben aan het wachten tot mijn vriendin er is. Ik weet niet, is het nog vriendin? Ik ben een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig. Ja, het is zo lang geleden en je weet niet hoe je er allebei nu in staat en zo. En ik heb niet heel veel zin om over het verleden te praten van wat er is gebeurd eigenlijk, merk ik. Maar dat is denk ik ook wel weer goed om wel te doen. Dus nou ja, ik vind het wel spannend. Ik weet niet, gewoon niet hoe ze... Als we elkaar zien of het weer is zoals... Ik ben even poeder aan het afhalen. Alsof het weer is zoals altijd, zoals vroeger. Of... Ik vraag me soms ook te denken, hoe was dit ook weer vroeger? Dat is alweer zo lang geleden. En weet je, gaat alles automatisch weer hetzelfde zijn? Als ik ook met Rebecca had. Of moeten we gaan elkaar wennen? En kunnen we meteen onszelf zijn? Of gaan we het een beetje anders doen? Alsof het een soort van formeler of... We waren echt beste vriendinnen, weet je wel. Dus ja. Gaan we nu ineens anders tegen elkaar doen? Ik weet het niet. Ik heb echt weer een moe koppie. Ik denk dan altijd raar in combinatie met haar gedaan en zo. Dat boeit niet, maar kijk, ik zie er echt moe uit. Geen emotie. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, merk ik. Echt een beetje zenuwachtig. Omdat ik gewoon niet weet wat ik kan verwachten. Ik weet gewoon niet wat ik kan verwachten. Het is gewoon, ja, raar. Ik heb even een random lunchje. Niet heel bijzonder, maar wel lekker een croissantje, een broodje, een eitje. Thee, ik ga er even water in doen. Lekker elderflower water met dingen. Niet te moeilijk, wel lekker. Zo, het is alweer 5:30. Het was echt heel gezellig en heel leuk. Gewoon helemaal vertrouwd. Ook nog eventjes gepraat over dingetjes. Vind ik ook altijd wel fijn om wel niet te doen alsof er niks is. Dus dat even goed besproken, maar het was eigenlijk echt prima. En gewoon bijgekletst. Ja, niet genoeg tijd om alles bij te kletsen. Natuurlijk lekker met Teddy gewandeld. Even langs mijn ouderhuis hebben gezwaaid naar mijn vader. Heel gezellig. En ik ga nu editen. Editen, want morgen mijn vlog online. Ja, ik voelde het gewoon heel goed. Gewoon, ik ben ook heel relaxed. Niet helemaal, gewoon normaal. Het was gewoon echt heel leuk, heel fijn. Grappig is dat. Het was echt, het was nog exact hetzelfde. En het is gewoon alsof we vorige week elkaar nog hebben gezien, bij wijze van spreken. Nou, aan het begin moest ik huilen trouwens. Ik zag haar, ik was helemaal aan het trillen. Ook omdat ik even aan het wachten was. Ik was al 20 minuutjes klaar of zo. Dan krijg je tijd om zenuwachtig te worden, dus ik kreeg buikpijn. Ik zat echt zo. Ik zag haar, ik zeg, ik moet huilen. Knuffel gegeven, ze zegt, oh, wat moet ik ook huilen. En eigenlijk was ik aan het trillen en toen dacht ik, ja, misschien ben je boos. Of nee, natuurlijk niet, ben je boos. En toen was het eigenlijk na 2 minuten al goed. En was het weer helemaal normaal. Ja, grappig, gewoon mijn hele vlogperiode van 4 jaar geleden was ik heel vaak met haar. Maar zij wilde nooit in beeld. Dus haar stem was heel vaak erop en haar handen ook wel. Maar nooit haar hoofd. Dus niemand heeft ooit gezegd, hé, die vriendin zie je helemaal niet meer of zo. Maar goed, ja, nou leuk, fijn. Nu ga ik lekker mijn tet op de bank editen. We hebben lekker gezellig lunch gelopen, gekletst. Helemaal toppie. En dit is dus mijn haar met Curl Secret. Als ik het heel vaak heb uitgeworsteld. Dat vind ik wel leuk, dit blijft dus eigenlijk gewoon zitten. Als ik morgen wakker word, heb ik eigenlijk dan meer krul. Nu hebben we het waaien ook heel hard buiten, dus het is nu een beetje eruit. Zodra je het nat maakt, is het eruit, maar het blijft verder wel goed zitten.
En Dyson niet, dus eigenlijk vind ik de Babyliss Girl Secret beter. En ik heb nog steeds heel erg last van moe tranenogen. Ik zie er ook moe uit. Ik heb heel veel zin om. Ik denk dat ik deze week lekker ga bijkomen. Dan ben ik een beetje gesetteld. Lekker straks weer naar mijn ouders. Vind ik wel jammer dat ik weer straks moet verhuizen en switch. Ik voel me net een beetje thuis hier, maar dat ik deze week wel even lekker weer een beetje tot rust ga komen. Ik heb nu zondag pas weer zeg maar een vaste afspraak dat ik naar de baby van mijn vriendin ga kijken. En verder heb ik niks echt vast op de planning. Dus dat vind ik wel lekker. Dus. Nou, en ik ben wel gewoon moe. Ja, ik ben heel vaak moe nadat ik 4 uur lang heb gekletst hoor. Zeg ik nu nog wat doen? Dat kan ik echt niet. Ik kan echt maar 1 sociale afspraak en dan ben ik moe. Maar het was heel erg leuk. Oké, editen. Bye. Ik had het moeten vloggen toen we aankwamen rennen. Maar ik heb het gefilmd. Ik draag Teddy weer over aan deze padden. Niemand weet wat padden is, maar... Oh, hij is zo cute. Doei Tedje. Ik voel alsof ik hem nu echt nooit meer zie, maar ik zie hem letterlijk waarschijnlijk over een paar dagen alweer. Doei Tedje. Doei. Doei kleine schattige dikke baby. Jeetje, wat is hij nu schattig. Alsof hij nooit stout is. Nee, hij is nooit. Je bent zo lief. En dan is het 11:15. Dan zit je ineens weer bij je ouders. Ik heb even een knuffel hier, want ik slaap altijd naakt. Ik heb even lekker mijn tanden gepoetst, het gezicht schoongemaakt. Mijn ouders hadden allemaal spullen opgehaald. Ik had gevraagd of ze dat even wilden doen, want dan hoefde ik nu geen herrie te maken. En hoefde ik ook niet net heen en weer, want ik was al zo druk met alles. Ik heb het huis echt super netjes achtergelaten, denk ik. Er is altijd wel iets wat je natuurlijk niet goed hebt gedaan, maar ze zijn natuurlijk al lang blij. En dat is echt typisch, zeg maar. Ik ben echt zo iemand, als ik dan denk dat ik het geweldig heb gedaan, dan weet ik dat ik altijd nog ergens een vlek heb gemaakt of wat dan ook. Maar ik heb mijn best gedaan. En ik... Ja, zij zijn natuurlijk sowieso heel blij. En ja, nu gaan dus de 9 weken en 2 dagen in of zo. Dus nu gaat het echt beginnen, voor mijn gevoel. Vanaf nu is het constant geen gekke veranderingen meer. 9 weken hier. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn met je ouders wonen. Ik hoop gewoon dat het heel prettig wordt. En weinig irritaties. En ik heb nu 3 dagen helemaal niks op de planning. Dus het wordt lekker sporten, werken. Lekker wel. Ik ga nu lekker... mijn vlog is nog niet af, dus dat ga ik nog even doen. En mijn laptopje en dan lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. Hallo jongens, ik heb echt een heerlijk dagje voor mezelf hier. Het is al 3 uur, zo, 2:30. En ik ga nu naar de sportschool fietsen. En ik heb echt heel veel lekker met de dieren geknuffeld, niet gechilled, een beetje gewerkt, een beetje uitgeruimd. Gewoon echt super chill. En ik merk meteen dat ik niet met Teddy wandel, omdat ik zo moe ben. Dus ik ga lekker naar buiten, want ik hou van buiten. Daar ben ik weer jongens. Ik heb niet echt gevlogd, want het is best wel moeilijk op de fiets. En in die sportschool kan ik ook niet vloggen, want het is echt iedereen staat naast je zowat. Ik moest op balkon om 4:30 het eten vast halen. Het is weer dubbel groot, dus ik moest het al even op de koelkast halen. Het is nu 5:00. Ik ben net thuis weer lekker op de fiets geweest. Gesport. Benen hebben we gedaan. En boodschappen gedaan. Want ik ga morgen koken. Weer weer doen. Dat vind ik heel lekker. Mijn zoon. Ik heb ook voor de zekerheid een budget gehaald. Voor mezelf lekker weer een keer een rood wijntje. Geen idee of het lekker is. 2 kaasjes, misschien vanmorgen. Komkommer. Ontbijt nog. Een houding. En die gembersapjes met koffie. Wat is dat eigenlijk al? Oh ja, een warme kus, maar die ligt al in de garage. Ja, heerlijk. Gaat prima met... Ben je lekker door. En dit is van, hoe heet die des van? Van Hef. Oh ja. Met korn. Korn, ja dat is het lekkerste. De beste, want die heeft nooit soja erin. Heel duur. Ja, belachelijk duur. Heel lekker. Good morning. Ik ga, want voor de 3e keer in mijn leven of zo, aardappels schillen. Want ik ga weer die witlofschotel maken, maar dan met... puree eronder. Ik haat schillen. Ik vind dat zo zonde van je tijd. Maar op zich is het ook wel weer rustgevend. Eigenlijk. Als je gewoon lekker in de ochtend het al doet. Ik wil het vast allemaal voorbereiden. Want ik wil straks eventjes voor mijn huis even naar winkels.
Ja, dat is natuurlijk super leuk, maar het moet ook echt gebeuren. Over 9 weken heb ik dat huis en ik heb nog heel weinig. Onze grote aardappel scheelt wel lekker. Mama had alles al klaargelegd. Die is nu weer werken, papa ook. Maar dan ken ik mezelf en dan is het zo van, oh, ik ben nog lekker bezig en ik moet naar huis om te kopen. Dus ik dacht, als ik nou nu vast koop, kijk, ik had natuurlijk ook nu weg kunnen gaan. Komt op hetzelfde neer, maar ik vind het een lekker idee dat dan de basis vast klaar is. Ja, liefje. Jij zit lekker bij mij. Want jij bent een hele lieve vogel. En jij houdt ook van knuffelen. Zo. De eerste keer op deze kookplaats. Olé. Chico, stout. Nou, alles gaat helemaal top hier hoor. Helemaal lekker op dreef. Pureetje eronder. Niet te zout, mag het? Mijn vader eet niet zo zout. En die zoon is ook wel zout. Dit wordt toch lekker. Het is al helemaal klaar. Ideaal. Papa is boven aan het werken, dus ik denk als hij beneden komt dat hij echt iets heeft van, huh? Is het allemaal gelukt? Huh? De keuken is helemaal niet vies. Ik ben best wel een nette koker. Ik weet niet of je de aardappelpuree gewoon zo op de bodem kan doen, maar ik denk het wel. Dit recept staat dus nu bij Babbelhap online, zonder aardappelpuree. Dus ik heb gewoon precies dat recept van Rebecca's moeder. Maar dan met een laag puree eronder. Ik dacht, anders is het net een beetje niet vullend. Zelf zou ik dan op de vrijdag bijvoorbeeld lekker kaasje, borreltje met een wijntje doen. En dan daarna dit eten zonder de puree. Dat is hoe ik het met haar bijvoorbeeld zou hebben gedaan. Dat het iets meer vult, nog een borreltje, kaasje. Maar ik weet dat mijn ouders vinden dit wel lekker erbij. Oh, het is helemaal lekker dit. I like. Dit is toch leuk. Staat het al helemaal klaar. Doe ik er even zo'n dekseltje op, maar niet dicht, want het is natuurlijk heet. Dus ik moet het niet dicht doen. En voilà. Ik ben benieuwd of ik genoeg witlof heb. Zo. Ik had echt 3 zakken, dat is best wel veel. Dit vind ik dus zo leuk aan Babbelhap. Dat was eigenlijk ook een beetje de gedachte erachter. Dat ik dus in mijn vlogs lekker kook en dat ik dan het recept, dat het dan nog in Babbelhap komt of al in Babbelhap is. Dat ik daarna kan verwijzen. Ik denk ook dat ik Babbelhap iets te overdreven heb gedaan. Dat ik het uiteindelijk gewoon af en toe wil doen. Als ik gewoon een heel lekker recept heb, wil ik dan gewoon lekker dat recept met jullie deel. Maar ja, ik denk hoe ik het nu heb gedaan, dat het iets te overdreven is. Dat mensen en jullie, oh, dit is zo lekker. Gewoon vooral willen zien. Ja. Gewoon willen weten wat het recept is. Hé, hey, push me out. Kom jij op de zalmgeur of is het toeval? Nou, lekker een Babbelhap checken dus. Het is echt heerlijk. Sorry. En dat ik dus veel minder verplichtingen heb. Oké, okay, het is klaar. Ik voel me nog steeds. Yummy. Oké, okay, ik heb gedoucht en ik wou weg, maar ik kon poes niet vinden. Maar ik heb haar gevonden, gelukkig. En ik heb niet echt zin in de IKEA of in meubels. Dat is juist wat ik eigenlijk moet doen. Ik heb zin om dan weer een beetje naar de TK Maxx. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weg te gaan. Maar ik vind het toch lekker om elke keer de deur uit te zijn. Anders voel ik me echt zo binnen. Dus ga ik toch weer eventjes naar TK Maxx en zo. Het is best gek dat ik me zo goed en blij voel, hè? Ik kan dus naar de TK Maxx in Almere gaan. Dat vind ik wel leuk. Als ik dan met de trein ga, de trein is dus maar 13 minuten. Dat deed ik vroeger ook altijd met de trein. Dat is heel leuk. En daar hebben ze ook echt Primark en best wel een leuke stad. Ik wil ook niet heel lang weg zijn. Het is nu 2:30. Ja, mijn ouders zijn echt laat thuis hoor. Gisteren kwam mijn vader echt pas 7:15 uit zijn werk of zo. Mijn moeder ook pas 6:00. Lange dagen. Het eten is natuurlijk ook klaar. Het is grappig, ik heb er ook helemaal zin in. Ik appte haar net een foto van het eten. Kijk, voor het eerst hier koken en zo. En vanavond Mask Singer kijken met mijn ouders. Ik appte, zullen we dat kijken? Ja hoor, leuk, wijntje erbij. Dus ja, het is natuurlijk... Eigenlijk is het echt perfect als je je relatie verbreekt om eerst eventjes bij je ouders of zo te wonen. Misschien wordt het wel helemaal niet moeilijk. Want ik bedoel, ik dacht ook als titel, hoe is het om als 30-jarige weer bij je ouders te wonen? Ik woon er natuurlijk pas kort, maar ik heb het gevoel dat het eigenlijk wel heel gezellig gaat worden. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Ja, ik ben ook echt zoveel makkelijker geworden dan vroeger. Wat ik al zei, het is echt niet zo... Oh, dit is eigen terrein, jammer. Het is echt niet zo dat ik nog een puber ben. Ik woon natuurlijk al super lang op mezelf. Sinds ik met Ruben was. Dus
Maar in ieder geval, ik ben echt happy. Ik heb het gevoel dat ik een soort van vakantie heb. Terwijl ik heb gewoon 2 dagen gewerkt. Ik heb gewoon mijn vlog gedaan. Ik heb vandaag gewoon gekookt. Ik heb al mijn kleren netjes opgehangen. Ik ben bezig met babbelhap. Dus... En ik heb ook gechilled. Eigenlijk heb ik echt een ziek chill leven nu. 2 werkdagen erbij. Daardoor gewoon een dubbel salaris elke maand. En alsnog tijd voor alles. Zondag lekker naar mijn nieuwe baby van mijn vriendin kijken. Nou, ja, helemaal top. Sorry. Maar het is echt super chill. Dan ga ik gewoon kijken hoe laat de trein komt. Nee, zie, jij komt pas om 13:59. Dan moet ik nu 25 minuten wachten. Dat is zonde van de tijd. Maar ik heb wel zin in Almere. Zou ik dan met de auto naar Almere gaan? Maar eigenlijk moet ik meubels kijken. Grote meubels en niet glazen. Want ik vind het dus heel leuk om kleine dingetjes te kopen. Maar ik moet eigenlijk grote dingen kopen. TK Maxx. Leuk, de laatste keer dat ik in Almere was, was er nog geen TK Maxx. Oké, 22 minuten rijden. Maar het kan dus dat je op de terugweg in de file staat. Maar zal ik het doen? Ik doe het gewoon. Ik vind het toch leuk om daar ook weer even naartoe te gaan. Lekker al mijn oude plekjes weer opzoeken. Ja joh, leuk. Ja joh, toch? Helemaal gezellig, helemaal leuk. Oké. Oeh, ik ben zo geobsedeerd met de TK Maxx. Ik hou er zo erg van om, zeg maar, en je hebt korting. En het zijn spullen die niemand heeft, want het komt uit het buitenland. Of een hele oude collectie van iets. Ik vind dat echt heel erg leuk. Net als Tommy Hilfiger jasje, ik had hem gisteren ook aan, maar die zwart-wit geblokte. En niemand heeft die. Echt, I love it. Oké, bye! Ik ben er hoor. Dit is toch ook weer zo leuk. Dit zou ik niet kopen, maar kijk nou hoe leuk. Ook heel leuk. Al die lampen wil ik ook echt hebben. Het is toch... I love it. Al die onderkanten zijn zo leuk. Maar echt altijd. Altijd als ik bij de TK Maxx kom, denk ik, jeetje. Zoveel leuke lampen. Geweldig gewoon. Ik ben echt een extra als ik hier ben. Gewoon meteen gaan mijn ogen zo van, ja. Dat vind ik dan maar niet leuk, maar wow, dit weegt echt niks. Dit vind ik ook heel vet. Er zitten wat vlekjes op en ik weet niet of die eraf gaan. Maar dit is dus, dit is zeg maar mijn favoriete merk altijd bij de TK Maxx. En dan heb je nog zo'n merk. Ja, ik heb echt altijd als ik iets leuk vind, is het... Oh mijn god, ik heb nog geen cocktail. Flutes. Oh my god. Oh, er zit wel een goud randje op en daar hou ik niet zo van. Oh my god, en ze hebben er wel 6. Ik heb er wil van alles 6. Oh nee, dit is wit. Maar 4 mag ook van mezelf. Dit soort merkjes vind ik zo leuk. Kijk nou jongens. Het is echt een verslaving hoor, want ik heb genoeg glazen. Ik ben echt verslaafd aan het worden. Dit vind ik ook leuk. Maar soms vind ik het zeg maar leuk. Maar ik moet van mezelf echt verliefd erop zijn. Ook heel mooi. Maar ik heb echt... Oh, dit is holographic. Nee, ik heb al genoeg wijnglazen, maar ik vind het ook heel mooi. Oepsie, ik heb 240 euro uitgegeven. Maar ik heb wel nu echt al mijn pannen en zo. Ik hoop dat ik het straks even aan jullie laat zien. Want echt alles wat ik voor mijn huis heb gekocht, daarvan heb ik gewoon nog nooit iets laten zien. Ik ben in de toko, maar ik kan echt niet te veel kopen. Want ik heb al zoveel dingen om voor babbelhap te gaan proeven. Maar als je dit ziet, jongens, word je toch gek? Wil je toch alles hebben? Kijk dit. Ik heb dit. Minecraft Pringles. Het is echt jammer dat dit zo duur is, want ik wil echt alles hebben. Oh, dit is ook leuk. Hele mooie lange vingers. Alles wil je hier. Nou, ik in ieder geval. Heel van jullie volgens mij niet. Dat is de grap. Kijk dan, Pringles Wavy White Cheddar. Oh my god. Ik ben ook even in de Primark, maar daar heb ik het gewoon niet meer zo mee. Dan denk ik, ja, dit is ook gewoon 100% katoen. Maar heb ik toch de hele dat het bij TK Maxx specialer is of zo. Daar heb ik handdoeken gekocht vorige week. Maar dat denk ik dan allemaal, ja. Dat ziet er gewoon mooi uit, maar ik hoef dat niet meer of zo. Ik heb echt nog bijna niks gegeten vandaag. Ik heb dit gekocht. Er zit ook geen soja in. Zo'n onigiri. Maar ik kan niet echt filmen, want je hebt 2 handen nodig om dit te maken, zeg maar. Kijk, voor wie het niet kent, het is zeg maar heel slim. Als je het op de juiste manier openmaakt, dan trek je het plastic eruit. En dat plastic zit ertussen, zodat de zee weer nog vers en crispy is. Kijk. Eigenlijk eet je gewoon een hele grote homp rijst met tonijnsalade, maar... Nou joh, wel lekker makkelijk en leuk. Oké, duimpje omhoog omdat ik nu in deze kou voor jullie buiten een shoplog ga doen. Omdat het nu allemaal de garage ingaat. Ik heb allemaal van die mooie glazen bakken gekocht. Die dus versuitbakjes zijn, maar dan ook meteen voor in de oven en zo. Best wel duur, deze was 7 euro. Maar allemaal van dezelfde lijn. Ik heb er 2 van die.
heb ik een grote ronde. Het is wel wat zwaarder en het neemt ook wat meer ruimte in, maar het is gewoon echt veel prettiger dan plastic, vind ik. Nog een kleinere vierkante. En een kleine ronde. Ik had eerst allemaal andere, maar ik vond dit wel een mooie set zo. Ja, dit is gewoon echt een mega schattig cadeautasje voor ooit iemand. Oplader had ik nu nodig. En een super geweldige fles waar ik helemaal verliefd op ben. Deze was 10 euro. En dit zijn allemaal dozen die ik nog als verhuisdoos gebruik. Deze keukendoeken van KitchenAid. Vond ik echt mooie kwaliteit. Dus daar heb ik er 4 van. Dit is ook best duur voor doekjes. Maar ik vond het gewoon mooie kleurtjes en speciale stofjes. Ik hou tegenwoordig wel wat meer van iets meer geld uitgeven aan betere producten. En allemaal pannen. Het meeste is een set, maar ik heb ook nog 2 losse. Ik heb altijd best wel veel mooie pannen, maar ik dacht ik ga voor de veiligheid. Ik ga wel voor een goed merk. Er is dan een lijn met een groene pan. Met een soort van zacht nephouten handvat. En is dan voor pasta en dat soort dingen. Dan heb ik, kijk, hij van binnen mooi. Een beetje glanzend wit. Dus ik vond het wel mooi. Nog een, ik weet hoeveel inch pan en een grotere. Allemaal van dezelfde lijn. Dus daarom was het best wel duur. En dan heb ik nog een steelpannetje. Waar is die? Oh ja. Die hoort er ook nog bij. En dan nog 2 losse pannen die ik heel mooi slash handig vond. Dit vond ik echt een ziek leuk pannetje. Die past ook heel mooi bij die pannenkoekenpan die ik al had gekocht. Dat is de enige pan die ik tot nu toe had. En deze vond ik ook gewoon heel mooi. Ook al is het wel een dubbele maat. Maar ik gebruik op zich best wel veel pannen ook tegelijk soms. Even babbel op. Deze is donkerblauw met glitters. En volgens mij is die super goed. Dus dat zijn mijn aankopen. Oké, ik heb even een hele random sla hoor. Met dingen die in de koelkast lagen. Spinazie, ijsbergla, komkommer, tomaat. Selderij, courgette. En dit is ook random wat ik altijd doe. Ik kan nog wat pesto, dus dat zit erin. Een beetje olijfolie, mosterd. Een rood uitje, een klein beetje, heel klein beetje mayo. En ik vind mayo nooit zo heel lekker. Een beetje bieslook en een beetje honing. Het is wel lekker. Ik vind het altijd leuk om met dressing, maar gewoon een beetje random wat te doen. Joepoes, jij komt weer eten, hè? Het is het recept van Rebecca's moeder. Wie is Rebecca? Van die YouTube? Ja. Chico. Ja, hey. Die zit druk. Hallo jongens, ik ben lekker in, nou niet echt in bad, ja ik ben in bad, ik heb in bad mijn haar gewassen, dus ook een beetje in bad gezeten. Niet gestoord. Ik ben mijn babbelhap even aan het afmaken met Rebecca. Ik heb er nu natuurlijk langer de tijd voor gehad, omdat ik hem eigenlijk vorige week al wilde plaatsen. Dus die is nu wel klaar. En Oliver heeft net allemaal spullen gebracht die nog in hun vriezer lagen. Ik hoopte dat zij ook nog wat wilde hebben daarvan. En dat ik iets daar kon laten liggen, maar dat kon niet. Dus nu ligt het hier helemaal vol. Dus ik ben maar 2 croissants aan het eten. Ik eet nooit croissants, maar ik had nog crisp croissants. Dus ik ga nu maar gewoon 2 croissants eten. Super ongezond, maar goed. Dat is dan gewoon mijn ontbijt en nu. Want het is al 11:15. Ik ga even een matcha maken trouwens. Ik moet zeggen dat ik dus door de koffie van Olivier. Die vond ik zo lekker dat ik helemaal geen zin meer heb in matcha, maar in die koffie. Maar ik wil gewoon geen koffieverslaving hebben. Dus waarom ik stopte met koffie was eigenlijk omdat ik dus koffie dronk, omdat ik anders hoofdpijn kreeg. Dus ik had helemaal niet elke dag zin in koffie. Ik vind het ook raar, want nu is het helemaal wat mooier weer, dan heb ik zin in koffie. Terwijl meestal heb ik juist dan zin in matcha, maar ik wilde niet dat ik dus koffie nam, omdat ik anders heel veel hoofdpijn had. En ik dronk maar 1 kopje per dag, volgens mij was dat wel een dubbele. Maar als ik het niet nam, kreeg ik hoofdpijn en dat is met matcha niet zo. En ik heb bij Oliver echt wel 3, 4 of 5 keer koffie gedronken. 4 of 5 keer. En gelukkig kreeg ik niet hoofdpijn toen ik het niet meer nam. Maar ik merkte wel dat ik er alweer heel veel zin in had omdat het zo lekker was. Mijn moeder weet niet hoe het werkt en ik vind het nooit zo lekker. Dus ik stop gewoon weer lekker. Dus ik stop gewoon weer lekker en neem graag gewoon weer matcha doen. En straks wil ik dan toch wel echt even voor meubels gaan kijken. Mijn vader is weg, die is lekker bezig met een liedje maken. Hij heeft dus voor wie het niet heeft bijvoorbeeld Als je slaapt van Gladys Grace geschreven. Een liedje voor kinderen voor kinderen. En dat is echt zijn hobby en hij is nu weer met een vriend dat aan het doen. Superleuk. Zijn een nieuw nummer aan het maken. Mijn moeder heeft dus de sauna dag, die is heel vaak weg. Dus, en mijn vader die is dan, ik denk rond 2:00 thuis. En dan gaat hij lasagne maken. Ik wou het ook wel doen, maar hij gaat het doen. Morgen ga ik dus naar de baby van mijn vriendin kijken. En ik heb al dus best wel veel cadeautjes gegeven. En ik heb ook nog cadeautjes, maar ik ga dus ook eten meenemen. Ik weet niet of ik het ook verteld. Dus papa gaat lasagne maken. Voor hun dan met vlees, voor mij zonder. En hij gaat ook bakjes kopen of zo, zodat hij het daar dus in kan doen. Zodat ze het thuis allemaal zelf kunnen afbakken. Echt superleuk. Zodat we geen ovenschaal hoeven mee te geven. Het is gewoon alsof ze thuisbezorgd hebben gedaan, maar dan superlekker. Thuisbezorgd vind ik nooit heel lekker.
En ja, ik ga eventjes croissantjes doen, matcha maken. Nog even achter mijn laptop en dan ga ik zo denk ik even de deur uit. Het is prachtig weer. Ik mis het wel dat ik nu niet vanwege Teddy de deur uit moet. Want ja, ik ben echt zo iemand die heel goed gaat op structuur. Dus als ik verplicht de deur uit moet, is het heel chill. Maar dat hoef ik dus deze dagen niet. Maar goed, volgende week donderdag begint Babbelhap opname weer voor 4 weken. Dus niet heel lang. Maar dan zal ik wel weer merken dat ik gewoon ook weer minder tijd heb voor mijn werk. Deze week heb ik gewoon een chille week. Dus ik ben nu eigenlijk klaar. Maar het komt ook omdat ik Babbelhap al gedaan had. Dus eigenlijk zou ik nu aan een nieuwe Babbelhap al moeten beginnen. Maar ik gun mezelf deze week even een beetje chilling nog. En ik krijg alleen maar positieve comments weer op mijn vlog ook. Van ik zie dat je al helemaal thuis voelt en hier op je plek zit. Ik vind het echt bizar hoe dat in 1 week al gezien kan worden. Maar het zal wel kloppen, denk ik. Ik voel me best wel goed. En Ha en ik spreken elkaar ook gewoon af en toe. Maar ja, het is niet dat ik hem mis als in liefdesverdriet. Dus gewoon helemaal goed gaat dat. Gisteren had ik trouwens een dragonfruit gekocht bij de Toko. Ja, dat is een dragonfruit, Chico. Wel op zo'n paarse, niet die wit met roze. En een gele. En deze was €3,70. En deze was €5,25. En ja, misschien... ik had dus die witlofschotel voor 2 dagen. Dus we hebben een hele schotel over. Die gaan we lekker morgen eten. Dit is dus mijn bakje in de koelkast. Had ik zelf bedacht. Want ik weet dat mijn vader soms stress krijgt van... wat is van jou en bla bla bla. Ik dacht, dan zet ik gewoon een bakje neer. Dat heb ik al sinds... Auw! De Bollies vlog zijn weer terug, jongens. Met Harry. Dus dit is mijn eigen bakje. Lekker handig. Oeh, handig. Hier is nog een schotel. Kaasje. Misschien wil mijn vader vanavond wel even een kaasje met me eten. Want dat willen zij dus niet echt. En dat deed ik altijd met Ha. Ik heb dit. Ga ik een keer uitproberen. Met haver en met amandel. Dit vind ik dus heel handig voor mij naar school. En die lekkere sapjes. Ik vind deze met gember en koffie echt heel chill. Dus dit is een beetje mijn stash. Handig toch? Ik vind dat chill. Dan weet ik gewoon wat van mij is. Ik bedoel, we doen ook gewoon samen, maar je hebt soms ook gewoon spulletjes voor jezelf. Kijk, dit is niet voor mezelf, die kazen. En dit eten zij toch niet. Dus in principe had het niet in een mandje gehoeven. Maar ik vond het wel gewoon netjes of zo. Je bent toch niet in je eigen huis en dan, ja, iets netter. Ik zit lekker mijn vlog te editen. Ik zat net ook even in het zonnetje. Ik moet eigenlijk gaan. Maar ik vind het heel leuk, mijn eigen vlogs. Ik snap wel dat jullie het leuk vinden of zo. Ik denk ook dat ik weinig heb gefilmd, maar dan heb ik best veel. Ik zit nu op de woensdag al bijna 1/2 uur. Oh, wat ook echt zo leuk is. We hebben gisteren, nou ik voornamelijk, Stars on Stage gekeken op RTL 4, dus op vrijdag. Ik vind het zo leuk. Ik heb geen tijdsbesef trouwens, het is nu zaterdag. Maar toevallig waren 3 van die nummers echt geweldig, dat ik het zo erg geweldig vind. Maar heb je ook dat liedje Heel Alleen van Les Misérables? Het was zo mooi en ik heb het opgezocht. Fayenne heeft het ook gezongen. Het is echt... Vroeger vond ik van ja, haar stem een beetje kinderachtig. Jong. En nu heeft ze echt zo'n mooie, diepe stem gekregen. Ik ben trouwens, ik weet dat ik heel vaak bazig ben in mijn vlogs. Maar ik vind het op zich ook wel weer grappig. Nou ja, ik doe het niet expres. Ik moet gewoon even naar die camera-instellingen kijken. Nu stelt hij scherp op mijn lappie. Maar het is zo mooi. Dus nu heb ik ook helemaal zin om... Nou, ik ging vanochtend ook weer zingen. Ik denk als ik weer in mijn huisje woon en ik heb mijn karaoke set en zo, dat ik dan ook wel... weer lekker veel gaan zingen. En nu moet ik weer buiten gaan, want ik begin weer in te kakken. Als ik te lang thuis zit, word ik gewoon moe. Heel alleen, maar naast me in verbeelding wandelt hij. Ik verbeeld me dan, hij streelt me dan, omarmt me. Hier, Fayenne, ik vind het zo mooi. Ze is zo goed geworden. Ze was al goed, maar ze is echt volwassen. Gewoon Simone Kleinsma dit. Deze vrouw is zo goed. Je moet echt gewoon weer gaan oefenen, want je stem is een spier. En ik zing nooit meer. Maar vroeger heb ik dit liedje ook gezongen. Dat is natuurlijk feminine. Ik kan ook niet belten, dus hard die tonen zingen. Maar als ik dit... Ik krijg weer helemaal zin om te zingen. Oké, nou. Doei! Dus zo echt heel groot onderdeel is van. Als je zeg maar naast iemand staat in de auto. Ik kan het niet meer met je eens. Je zit in je neus te pulken, dan ga je toch daarmee. Nou ja, oké, het heeft misschien ook wel weer zijn charme dat deze man gewoon schaamteloos doorging. Maar dan denk ik, ik keek zo. Ik ben echt zo vaak iemand die bij het stoplicht even zo. Hi of zo, of whatever. Gewoon, ik kijk gewoon soms. Er zit iemand letterlijk met zijn pinkje zo die pulk heel dieper uit te halen. Maar gewoon. Dus ik zit zo, oh ja. Niet kijken. En toen ging ze maar side-eye. Oh, hij gaat nog steeds door. Nog steeds. Nou ja, hij heeft gewoon scheid. Ik zou als ik zeg maar, als ik dat dan doe,
Ook denk ik wel op het moment dat iemand naast me staat er even mee stoppen. Oké, ik ga dus naar de IKEA. Dat is ook maar een kwartier. Heel veel dingen zijn wel echt altijd super chill dichtbij. Eigenlijk is Hilversum dichtbij, Almere is dichtbij, Amsterdam is dichtbij, Diemen is dichtbij. Maar echt de, zeg maar Zuidoost, dus waar ik laatst was bij de TK Maxx en de IKEA, dat is allemaal wel echt heel dichtbij. Ik ben over 8 minuten al. Ik ben nu op de snelweg. Het is gewoon even Weesp uitrijden, 8 minuten snelweg en je bent er al. Hoe nice! Ik heb wel zin op zich om dus glazen en zo bij de IKEA te kopen, want ik moet nog normale drinkglazen hebben. Of gewoon grappige gadgets voor in de keuken of in huis. Maar niet meubels, want ik weet al, van de IKEA wil ik mijn kledingkast hetzelfde, mijn servieskast hetzelfde. En waarschijnlijk tv-meubel. Dus dat weet ik al dat ik daar, dat daarvan wil hebben. Zou ik dat nu al gaan kopen? Is dat handig? Nu al je servieskast gaan kopen? Kan ik het niet gewoon al in elkaar zetten? Nee. Het zou wel chill zijn als ik dat alvast kon doen. Maar het lijkt me niet heel handig met verhuizen. Ik wil gewoon dezelfde kast als we in Zoetermeer hadden, want die hadden we net nieuw en die vind ik super chill. Nou, weet niet eigenlijk. Dit is nou het eerste waarvan ik denk van oké, leuk, een beetje anders, maar ik vind de kwaliteit echt... Van dichtbij ziet het er echt niet mooi uit. Ik weet niet, ik vind het IKEA gewoon niet zo boeiend. Ik heb wel een paar dingen in mijn mandje, maar gewoon echt basic. Kijk, dit zijn die bakjes. Die ik in Bubble Hop heel vaak had gebruikt. Dit vind ik ook wel grappig. Aparte vorm. Ik kan die alleen niet vinden. Oh, hier. Oh ja. Ik wil ze gewoon los kunnen vastpakken, maar ze hebben alles vastgelijmd. Nou ja, ik vind het wel leuk, maar... I don't need it. Oké, ik heb niet per se genoten in die IKEA. Ik vond het niet per se leuk, maar het ligt gewoon aan mezelf hoor. Ik weet niet, ik heb het gewoon niet meer zo ermee. Ik had trouwens laatst bij de HEMA deze afwasborstel. Helemaal obsessed. Zo leuk. Niet normaal. Ik heb wel mijn favoriete glazen die ik echt volgens mij al sinds ik met Ruben ben steeds koop. Maar ik heb ze al heel lang niet gehad. We hadden er nog 1 in Zoetermeer. Ik heb er nu 6. Die ene blijft daar. En, want ik had dus zeg maar nog normale glazen nodig. Die zijn nogal vrij duur. Deze zijn echt best wel goedkoop. Dit soort glazen en hier past dan ook dit op. Een soort houdertje en dan kan je koekje of zo opleggen, dacht ik. Dat is best wel leuk. En wat meetlintjes vast voor volgende week. De draaiplaat ook van hem wel minder mooi dan die van de HEMA, maar hij is wel goedkoper. En gewoon handig. Misschien koop ik die van de HEMA ook nog wel, ik weet niet. Ik heb een heel klein koelkastje, dus ik denk dat dat te veel wordt. Nu heb ik gewoon deze. Nog van die glazen bakjes kleintjes. En dan heb ik denk ik wel genoeg bakjes. Het woord ligt op mijn tong, maar ik kom steeds niet op het woord. Waarmee je dus dunne plakjes kan maken. Dat is een heel mooi woord. Ik vergeet het steeds. Die wilde ik al best lang. Ik weet niet of dit de goede is van IKEA. Maar ik dacht... Mandoline. Zakjes van... 1 liter en 0,4. En nog een keer 1 liter. Een mosterd. Ik weet niet. Ik vond het zo lelijk dat ik het wel cool vond om deze mosterd in mijn koelkast te hebben. Oh, dan kan ik even meteen mijn baby shower ding checken. Dit broekje. Niet normaal. Oh. Oh ja, een mutsje erbij. Kijk dan, dit is toch echt extreem schattig. En HEMA is ook fijne kwaliteit. En dan had ik dit mutsje. Het is niet 100% dezelfde tint, maar bijna. Zo lief. Ik denk alleen dat dat mutsje grotere maat is dan die broek, bedenk ik me nu. Oh ja, en dan wat ik voor Lotte ook had. Had ik ook voor haar. Zo'n Form Your Pulse. En ook zo'n boek over mijn eerste jaar. Dit is zeg maar niet mooi ingepakt. Dit is gewoon, deze tas had ik eigenlijk voor Lotte's baby shower, maar de plannen waren gewijzigd. Dus ik heb haar al die mand gegeven ook. Dus nu heb ik gewoon nog een kraamcadeau. En dat is dus die hoodie dinges. Snuggle ding. Dat is voor morgen. Dat hoef ik ook niet mooier in te pakken. Dit is al super leuk. En ik heb deze van de IKEA. Van die soort mergpijpjes. Het wordt niet helemaal scherp, maar... Volgens mij zijn deze echt super lekker. That was it. En voor wie prijzen leuk vindt, ik was €58 kwijt. Voor best weinig. En nu twijfel ik of ik hier naar die Quantum Alleen Bakker en zo ga. Of dat ik weer naar de TK Maxx. Ik wil niks meer van standaard dingen. Ik wil het gewoon niet. Ik vind het gewoon niet leuk. En ik heb gewoon een soort ziekte nu in mijn hoofd. Een soort verslaving. Dat ik het gevoel heb dat ik alles bij de TK Maxx moet hebben gezien elke week. Om alle parels te bemachtigen. Maar ik ben nu wel heel dicht bij de TK Maxx. Ja, 6 minuten rijden. Nee, ik heb echt geen zin om naar de leenbakker. Ik hoef geen banken. Ik denk dat ik gewoon lekker op Weekamp of zo een bank... Ja, oké, een bank moet je wel voelen. Maar voor de rest... Ja, die meubels boeien me niet zo.
Wat ik net noemde, dat koop ik al bij de IKEA. En dan nog een bank, een bed. Connected. Een waskamer, wastafelkastje. Een wastafelkastje moet ook van de IKEA. Dus het meeste, volgens mij is bezorging €50. Nou, in het ergste geval kies ik ervoor om gewoon wel alles in één keer te laten bezorgen. En denk ik, boeiend. En anders ga ik het gewoon met een busje halen of met wat dan. Ik heb geen aanhanger meer in deze auto, dat is wel jammer. Kijk wel even. Ja, het enige wat ik eigenlijk echt moet weten is bed. En bed boeit me ook niet heel veel qua hoe het ligt. Het gaat om het matras natuurlijk. Ik wil gewoon een mooie bokspring. Maar het liefst een mooie bokspring die ook een opbergbox heeft, maar ik natuurlijk niet zoveel ruimte heb. Verder is het eigenlijk alleen de bank. Ja. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee hoeveel ik nog moet uitkiezen. Komt wel goed. Dus ik ga lekker voor de kleine dingetjes. Dat is ook handig als je op een gegeven moment je huisje hebt, dat je al die kleine dingetjes al lekker hebt en plekjes kan gaan geven en zo. Moet je wel kasten hebben, maar ja joh. No pressure. Dat voelde echt als 1 minuut. Wat ik nou alleen jammer vind, dat ik nou niet ben gaan plassen bij de IKEA. Moet ik weer ergens gaan plassen waar het niet handig is in een centrum. Dat vergeet ik altijd. Dan denk ik, ik ga niet plassen, want ik wil niet de hele tijd plassen. Ik wil zeg maar niet, ik wil mijn blaas met je trainen, dat ik niet zodra ik moet plassen meteen ga plassen. Dat vind ik heel irritant. Dus ik moest wel, toen dacht ik ook, ga later. En toen ben ik het vergeten. Nu moet ik. Nou, ik moet nog niet dat ik in mijn broek plas, maar wel binnen een half uur moet ik echt. Lekker buiten parkeren, daar hou ik van. Ik had het lekkerder dan in de garage. Ik ben lekker zwart-wit vandaag. Black and whitey. Nou, dan ben ik gewoon midden hier zo. Heerlijk, hè? Heerlijk. Hey, de pizzabakkers komt hier. Ik weet dat die heel goed zijn en die volgen papa op Instagram vanwege zijn pizza's of zo. Maar de, oh, de Lidl. Lekker Lidl. Ik heb super veel honger, maar ik zag niet echt iets lekkers eten. Dus ik dacht, ik ga lekker voor een medium haver cappuccino met 2 shots. Aangezien ik altijd zin had in café. Ik ben weer thuis, maar ik ga even Ted uitlaten, want daar had ik zin in. Het is 6 uur. Ik heb even verfkleuren strookjes gehaald bij de karwei. En nu ben ik bij Teddy. Doggy. Teddy. Ja. Pas op, auto. Oppassen. Willen de mensen die het leuk vinden Teddy volgen op Instagram? Oliver en Melissa willen heel graag dat hij 1000 volgers krijgt, maar het gebeurt niet. Teddy, niet in de tuin. Teddy, kom. Ted. Ted. Niet in de tuin, dat is het. Ja, dikke doggie. Gaan we weer bijna naar huis. Gaan we maar even lekker chillen. Verlopen. Kom, nog even een beetje bewegen. Super lekker. Met vega gehakt. Nee. Oh, dit is echt gehakt. Nee. Wat dan? Geen gehakt. Oh, ik dacht dat ik gehakt zag. Je bent toch vegetariër? Ja. Je kan toch niet tegen soja? Nee. Ja, toch geen soja? Ik was al benieuwd welk gehakt je had. Nee. Even serieus, hoe lekker ziet het eruit? Ik heb de witlofschotel gewoon een beetje eruit geschept en op een bord gedaan in de oven. En moet uit elkaar gaan vallen. Ja, of vind je het er vies uitzien? Ik vind het er echt heerlijk uitzien. Ik ga dat nu als ontbijt eten. Oh my god. Heerlijk. Het is toch te lekker. De video staat nu net online. Dat is wel grappig. Ik ben al lekker ver met editen. Ik ben weer alleen. Mijn ouders zijn sporten. Ik wou ook vroeg gaan sporten. Maar toen gingen ze weg. Toen dacht ik, ik ga wel eerst editen. Ik vind het eigenlijk heel chill als ik mijn vlog. Behalve natuurlijk de beelden van wat nog gaat komen vandaag. Maar dat is heel weinig. Dat ik dat al af heb, vind ik eigenlijk wel heel relaxed. Want dan hoef ik dat woensdag... Misschien kan ik dat er nu inhouden. Want ja, ik heb natuurlijk geen relatie meer. Dus je hebt veel minder invulling in je weekend. En dat ik dan gewoon op zondag eigenlijk mijn vloggen bijna af heb, is misschien wel heel fijn. Ah. Ja, en ik had het wel heel moeilijk trouwens. We hebben gisteravond echt van 11 tot 12:30 gebeld. Wat ik al eerder had gezegd, we mogen dat gewoon doen. En tot nu toe hadden we niet heel erg de behoefte om echt gesprekken te hebben. Gewoon een beetje random. En gisteren wel. Dus mooi gesprek gehad. Ook wel moeilijk vanochtend. Zag ik dan nog een appje naar elkaar. En ik merkte dat ik tranen in mijn ogen kreeg wel. Dat ik het wel lastig vind. Ja. Het is toch gewoon een super goede man. We houden heel veel van elkaar. Ik mis hem wel. Het is nu dus vandaag. Eind van de middag is het 2 weken geleden dat ik echt hier ging wonen. Natuurlijk 3 weken geleden dat ik al deels wegging. Maar 2 weken echt. En dat is het langste dat we ooit gaan. Nee, niet het langste. Ik weet niet hoe het uit was, maar toen was het misschien 3 weken. Nee, toen hebben we elkaar denk ik ook 2 weken niet gezien, Max. Dus nu merk ik wel dat ik denk, oh, ik mis je. En ik weet dat het beter is. Maar ik ben benieuwd als ik ook straks alleen woon, hoe dat dan gaat zijn. Ik wil natuurlijk ook helemaal niet op Tinder of met andere mannen bezig zijn. Ook geen behoefte aan. Maar als ik straks alleen woon, heb ik dat misschien wel. Ik weet het niet. Maar ik had er nu al moeilijk mee. Het liefst had ik nu lekker met hem wat gedaan.
de weekenden waren gewoon altijd hartstikke gezellig. Daar niet van. Lekker naar Delft, lekker lunchen. Zonnetje erbij, ben ik eigenlijk wel verdrietig. Merk ik dat ik nu een beetje mijn tranen aan het inhouden ben. Ik huil gewoon hoor, als ik moet huilen in principe, maar nu heb ik daar gewoon helemaal geen zin in. Maar het is niet dat ik mijn emoties oprop. Maar dan denk ik nu, oh, ik wil nu lekker met de haal doen. Je hebt gewoon zwakke momenten en straks ga ik naar het baby kijken en denk ik, oh, we hadden ook een baby kunnen hebben. Maar ja, het is niet voor niks dat je uit elkaar gaat. Gisteren zei ik ook van, die locatie is toch ook wel heel belangrijk geweest. Ik was eigenlijk niet zo gelukkig in Zoetermeer, weet je. Misschien is dat ook wel de reden dat ik een horecazaak wilde starten, een soort onrust. Waarom heb ik daar nooit echt een juffenbaan gehad? Ik was daar gewoon niet 100% op mijn plek. Maar hij zei ook, want hij vindt het ook superleuk hier, maar als je een kind hebt, pas als ze echt veel ouder is, zou je erover na kunnen denken om ook in zo'n plaats te gaan wonen. Dat kan gewoon niet nu. Dus ja, over zoveel jaar ga ik ervan uit dat ik al een andere relatie heb. En dat was ook niet de enige reden natuurlijk. Ik heb het niet uitgemaakt omdat ik daar niet in Zoetermeer gelukkig was. Dat speelt natuurlijk ook andere dingen. Maar ja, je hebt gewoon zwakke momenten en dat heb ik nu gewoon eventjes. Ik word ook elke ochtend wakker met keelpijn. Ik heb nog steeds een triloog. Super irritant. Maar mijn moeder was ook wel lief vanochtend. Die zei ook, je hebt zo'n drukke periode gehad. En dit en dit en emoties. En dan weer druk. En dan weer dit en dit. En hot en naar her. Dus het is ook wel logisch. Dus, maar overal gaat het dus super goed. En ben ik ook mijn vlog aan het kijken. Ben ik hartstikke blij. Dus het gaat super goed eigenlijk. En ik vind het alleen maar fijn dat ik ook verdrietige momenten heb. Want ik zou het heel raar vinden als ik die niet had. Dus die laat ik ook gewoon lekker toe. Dus ja. Nou, ik was trouwens, ik moet even nieuwe beelden importeren, want ik zit al 49 minuten gisterochtend. Oeh, deze vlog gaat echt meer dan een uur worden, denk ik. Oké, ik ben aangekleed en ready. Mijn outfit, waarom is die nou wazig? Zo vervelend. Ik heb heel snel even make-upje opgedaan. Nou, ik vind het best mooi. Mijn haar had ik dus gisteren olie in gedaan, want ik had het gewassen, maar het voelde niet helemaal lekker. Dus ik dacht dan, doe ik olie en dan was ik het weer. Maar toen dacht ik, ja, vind ik ook zonde. Dus ik heb dus olie erin en dan hier een beetje gekruld. Ja, op school wordt het toch vies. Dus ik denk dat ik het lekker gewoon nog 2 dagen in de staart draag hierna. Het is niet vies, er zit alleen olie in. En dan woensdag lekker was. Ook voor donderdag weer babbel. Ik heb gewoon weer dezelfde outfit als elke keer. Want ja, waarom niet? Steeds andere vriendinnen. Ik heb niet heel veel leuke kleren hier eigenlijk. Dus dit weer. Dit zijn de verfkleuren die ik gisteren heb gepakt. Maar eigenlijk zit er nog geen eentje bij die ik wil. Maar dan kan je een beetje zien wat mijn idee is. Het is veel te paars. Ik wilde een soort van plamkleurtje, het liefst in de woonkamer. En een mooie groen kleur. Ergens anders in het huis. Maar die paarse kleur die ik zoek, zit er tot nu toe niet echt bij. Welke ik bedoel. Meer dit, maar dan donker of zo. Zo. Oh, het weer is zo lekker. Ik wil het ook even hebben. Mijn ouders zitten lekker in de tuin. Schimmelpennik. Oh, dat weet ik niet. Nou, ik ben heel fan van hem. Ja. Maar hij zei laatst dat vrouwen niet zoveel van die vormeloze kleding aan moeten. Zit je daar wat? Ja, dat is hem. Gisteren had ik dus weer in de Amsterdam Support die To Good To Go. Ik liep gewoon naar binnen. Ik zei, hey, heb je vandaag geen To Good To Go? Zij zei, wel toch? Ik zei ze denk ik op, zegt ze, oh, ik heb heel veel over. Was dat de lasagne? Nee. Dat was het zakje met kaasjes. Ik heb heel veel over, ik zet er nu eentje op. Dus had ik weer 2 bubbeltjes. Ze hebben gewoon een groene thee mix en ik mocht kiezen welke popping ik wilde. Kiwi. Maar hun bubbeltjes echt lekkerder. Ik had er laatst een bij de Dunkin' Donuts. Het is grappig, want ik met mijn bonusdochter nam ik dus nooit deze bubbeltje. Altijd zo'n romige met kokos. En nu ineens. Hé, hey, zijn we nou tegelijk? Ik ga Sjan nu ophalen bij het station. Nu ineens neem ik deze popping bubble teas. Maar die van de Dunkin' Donuts vond ik echt heel goor. Een soort van dikke popping. Met een soort echt slijmerig en heel nep zoet. Hé, hey, ja, dit is Sjan. Ja. Yeah. Hola! Glitter? Nee, alleen dat. Ik kan het wel zo even pakken en nog even helpen de kaartjes eraf te halen. Dacht ik. Heb je een taak in de auto? Let's go! Oh, ik was nog aan het vloggen over mijn bubble tea. Over je wat? Mijn bubble tea. Wil je er weer niet in? Nee! Omdat je jezelf lelijk vindt. Als ik... Maar je wil er niet in omdat 30? Je niet op internet wilt, toch? Gewoon omdat je jezelf haat. Je ziet er super leuk uit. Ik moet 30 keer afval. Jezus, mijn vlog zit toch al op een uur, dus ik moet echt niet veel vloggen. Een uur? Huh? We moeten naar links, zegt hij. Oh, zo. Nou, ik ga gewoon naar rechts. Dan
boeit ook niet. Maar in ieder geval deze bubble tea van Panda is dus wel lekker. Want dat je moeder achter ons, super grappig. Dat is toch je moeder? Ja. De thee is zeg maar heel erg lekker, niet heel zoet. En de bubbeltjes zijn dus gewoon niet zo viezig, gewoon lekker. Zeg het tegen mij, toch je vlog? Ik heb nog nooit bubble tea geproefd. Wil je het proeven? Nee, ik denk dat ik er niet tegen kan. Zeg maar... Dat je allergisch bent? Nee. Het is gewoon limonade. Gewoon die structuur van die bubbel. Ja, het is echt alsof je een vis-eitje in je mond laat knappen. Nee. Ik snap het echt dat mensen dat niet lessen. Wow, voor het eerst dat ik me niet ga opmaken. Ik redde het gewoon allemaal. Tegenwoordig ben ik iets beter. Ik ben echt in shock. Ik dacht echt dat jij ging zeggen, zullen we op mijn half afspreken? Nee, ik had zelfs 2 uur had ik ook nog gered. Maar ik dacht, oké, in een uur uit de sportschool fietsen, douchen, aankleden en opmaken is iets te voorbarig. Kijk, wat jij dus hebt, dat jij dan nog... Kan sporten daarvoor? Dat vind ik dus echt niet ADHD. Nee, dat is het ook niet. Normaal... Want ik kan dus helemaal niks vandaag. Nee, ik zat dus ook eigenlijk alleen maar op mijn laptop te werken tot ik me klaar moest maken. Toen dacht ik, ja, Charlotte, doe even normaal. Je gaat nu gewoon sporten. Maar dat is dus echt inderdaad goed, ADHD, dat je dat niet kan in je brein. Nee, dat kan ik niet, echt niet. Ik zou niet eens kunnen werken vanochtend. Ja, grappig. Ik ben er, maar ik zat laatst na te denken dat ik... mijn ADHD is echt heel erg verbeterd. Ja? Ja, ik vind dat ik best weinig... Je kan trouwens je stoel nog naar achter doen. Dat ik best weinig concentratie... problemen heb eigenlijk. Goed. Sean en ik hadden tijdens het rit een tekst te bedenken die we nog in het boekje kunnen schrijven namens onszelf. Maar nu heb ik zeg maar de druk dat ik ook in deze stoel was. En toen gingen we kijken wie het mooiste handschrift had. En ik vond Sean een handschrift juist wel mooi. Weet je zo'n, ik noem het HAVO handschrift. Zij noemt het groep 6 handschrift. En ik heb een beetje zo'n aan elkaar handschrift. En toen, zij vond juist mijne mooier. Dus toen besloten we dat we om en om een regel gaan doen. Ik ga stuk. En ze voelt nu de pressure. Nee, het is wel leuk dat het anders is. Ja, ik vind het ook leuk. Want het is grappig, want wat ons dus verbindt is dat we allebei nog geen 1 vriendin hebben met een baby tot nu. Want heel veel mensen die ik ken hebben al van een babyvriendin of zo. Of een baby, of een schoonzusje, weet je, zo dichtbij. Maar voor ons is dat allebei nieuw. En het is allebei onze schoolvriendin. Van Shanna al sinds groep 3 volgens mij. En ja. Ik sinds 4 HAPO denk ik. Het is wel random, maar het is wel leuk. Ze zit nu te tracken dat wij er zijn. Dus ze denkt, huh, waarom staan ze stil? Oké, wat moet ik zeggen? Deze zin. Wij? Vind ik heel raar niet. Ja, maar het is wel netter, hè? Wij wensen jou en... Oké. Wij? Maar hier beginnen we ook al met we. We? Ik vind wij heel formeel. Maar het hoort wel. Maar dat komt omdat je niet te veel over nadenkt. Oké, dus we doen wij, hè? Als je het leest wij, dan denk je toch altijd gewoon we. Zullen wij doen? Ja, wij. We is niet netjes. Ja. Wij wensen je. Oké. Ik heb echt een kinderachtig hierhandschrift. Oh, je kan bij haar naam 2 keer een hartje erop doen. Dat is leuk. Ja. Zal ik ondertussen nog even die tas doen? De controversiële zin. De controversiële. Ik begin met wij. Passief-agressieve, toch? Bij, hè? Ja, wij. Passief-agressieve. Oh, zo noemen mensen mij soms. Passief. In mijn vlog zei iemand dat een keer. Dat ik passief-agressief was. Dat was echt 2 jaar geleden al. Dan ga ik sowieso per ongeluk toeteren of zo met deze tas op mijn schoot. Dat moest ik ook weer doen. Was dat niet mijn arm stoot? Oh, ja. Ik ga echt stuk hierom. En je moet denken dat we een soort lied aan het voorbereiden zijn nu op de parkeerplaats. Dat we aan het verkleden zijn. Dat inderdaad, een soort van show was. Dat we als Pino binnenkomen. Dat is een soort act. Oké. Er zitten zo gift tissues bij. Dit bedoelde ik. Herinneringen. Met 1 R, hè? Yes. Pas op, hij mag niet vlekken. Ik vind het heel leuk, dit om en om. Ik heb dat volgens mij nog nooit gedaan. Dat is ook leuk. Het laatste segment. Het segment. De laatste alinea. Oh, dit is het einde al. Die is van... Wil je het getal? 2 of woord? Ik doe meestal het getal, denk ik. Nee, ik weet niet. Ik vind 2 schrijven ook wel leuk. Wat denk jij? Weer liefs mag ik schrijven. Ik vind het gewoon dat je niet op beeld staat. Vind ik dat echt hilarisch. Je ziet gewoon al die papieren verdwijnen ergens in de ozonlaag. Er is nog meer, hè? We hoeven ze niet allemaal te gebruiken. Is het niet al goed? Ja, ik hoef dit niet te houden. Doe maar wel. Zouden we beschuimde muisjes krijgen? Want ik vind het altijd heel vies met boter. Nee. Vind je dat zo vies? Ik zei net al dat ze helemaal niks van huis hebben. Behalve bedenk ik beschuimde muisjes. 10 minuten later. Oké, nu moeten we hier nog. Van CNC. Wist je dat wij CNC zijn? Alsjeblieft.
Weet jij dat? Ik heb dat nooit echt beseft. Jij wel. Maar dan moet ik helemaal omrijden. Wij zijn Shanna en Charlotte, C en C. Wist je dat? Oké. Nou. Ik ben benieuwd of ze ons aan het stalken was of we er al waren. Hey. Ik bedoel, hi. Ah, oh, kijk, lekker. Het zijn echt mega stukken. Mijn vader dacht dat we niet genoeg hadden. We hebben allemaal echt zo'n enorm stuk. Dat is echt niet normaal. Volgens mij is het groter dan mijn maag, überhaupt. Hey, kom. Nee? Oké. Okay. Ik ben weer thuis. Het is zo laat. Het is 9:45. We hebben Sean weggebracht, maar we zijn zo lang gebleven. Ze vonden het eigenlijk heel gezellig. Het was zo gezellig. En ze zei ook van, ja, eigenlijk even andere gesprekken alleen maar over de baby. En ze zei, ja, je kunt er gewoon langer blijven. Want ze vond het gewoon superleuk. Het was gewoon heel gezellig. Echt genoten. Ik wou nog de hond uitgelaten met Sean. Ik mocht de baby. Ik weet niet of ik haar naam mag zeggen. Ik denk het niet. Heel veel vasthouden. Ze is echt totaal niet spastisch. Ze is echt 0% veranderd. Het is gewoon dezelfde vriendin met een baby. Dat vind ik wel heel leuk. Ze is echt 0% anders. Echt zo grappig. De baby is super klein en heel licht. Ze is echt super licht. Ik heb nooit zo'n kleine baby ook gezien. En ik mocht er dus zoveel samen. Maar ik zat echt heel lang zo lekker met haar in een stoel. En ze was zo schattig. En ik kreeg helemaal hier. Ik zat een beetje verkrampt, maar het boeide niet. En ik kreeg helemaal spierpijn van sporten, maar het maakte allemaal niet uit. En toen daarna mocht ik er gewoon weer hebben. Toen ging ze huilen en zei ze ook van, oh, wil je dat we er nemen als ze huilt? Ik zei, nee, mag ik haar houden als ze huilt? Ja, tuurlijk. Ik zo, oh, ik ben echt gewend dat ouders dan meteen iets hebben van, ze huilt, kom bij mij. Toen zei hij gewoon haar vriend alleen maar van, oh, dan moet je er nu eventjes zo van houding veranderen. Dus ik van houding met de hand om dat hoofdje. En dan merk ik dat ik het eigenlijk nu wel kan. Dat ik echt niet veel baby's in mijn leven heb gehad. Maar ik heb gewoon best veel geleerd door Meida. En dan had ik er zo vast. En dan, ze is zo licht nog. Dus zelfs dan, als ik zaak eigenlijk terug bij me, mijn rug is gewoon van de oma. Maar ze is zo lekker vasthouden. Dat lekkere warme kontje. En dan ging ik gewoon met je zo. En dan stond ik gewoon meteen zo te kletsen een beetje. En dan zei ze ook van, oh mama Charlotte, weet je, dan vind ik het zo leuk. Echt dat helemaal genieten. Dan heb ik helemaal zin om zo te lekker te neuren en te zingen. En zo door de kamer te wandelen. Maar dat weet ik niet. Maar en we lekker zitten en lekker ook met de hond en met haar vriend erbij doen we eigenlijk nooit. Dus die was er ook vanaf 5 erbij. We hebben gewoon vet gezellig gekletst over ouderschap maar en de baby en hoe het met ze gaat. Maar ook over allemaal andere dingen. Dus het was zo leuk. We zijn er gewoon 5 uur geweest of zo. En dat is echt natuurlijk heel lang voor ouders die net 3 weken geleden een baby hebben gekregen en kraamvisite. Dus ik vind dat wel gewoon, ja, het doet me echt heel goed dat we zo lang mochten blijven, zeg maar. Ook als dat niet had gemogen, was het ook al geen geweest. Maar dat het gewoon zo gezellig was vanuit alle kanten. En dat ook zij, ondanks vermoeidheid en wat dan ook, het dan zo leuk vindt dat je zo lang mag blijven, vind ik dan heel bijzonder. Vind ik heel leuk. En dat ik zoveel de baby mocht vasthouden, is Sean ook. En dat was echt heel leuk. Heel blij. Dus het is echt heel laat. Ik moet nu naar bed, want ik moet over 8 uur opstaan. Maar ik dacht, oh joh, weet je, boeiend. Dan maar niet. Ik wilde eigenlijk echt om 7 uur thuis zijn of zo, maar boeiend dan niet. Dus deze vlog duurde meer dan een uur. Super lang. Ik ga lekker make-up afhalen. Ik doe nooit op zondag iets. Ja, make-up afhalen, tanden poetsen, allemaal pillen nemen die ik altijd neem voor het slapen. Lekker undressen en heerlijk naar bed. En ik ga gewoon lekker meteen in slaap vallen. Ook al zeg ik laat mijn mobiel beneden, maar dat kan natuurlijk niet, want ik heb een wekker nodig. Dat valt me heel goed om die telefoon beneden te hebben. In ieder geval, doe een duimpje omhoog voor deze vlog. Hij was weer heel leuk, volgens mij. Ik heb echt leuke vlogs, vind ik. Ja, toch meer vrijheid om te filmen, ander leven, andere beelden. Dus ja, ik ga nog even kijken hoe Babbel wat heeft gedaan trouwens, want dat heb ik nog niet bekeken. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer. Zondag bij Babbel trouwens. En volgende week bij een vlog. En natuurlijk in de tussentijd op Insta. Oké, bye!